Bikwik 1887 verloor gisteren in de hoofdklasse C zijn eerste wedstrijd na de winterstop. In Friesland werd met 2-0 verloren van koploper SVZ Sneek. Al in het eerste kwartier kreeg keeper Hendrik Snijders 2 treffers om de oren. Bikwik staat op de 6e plek met 20 punten uit 14 duels. 9 punten minder dan koploper SVZ Sneek. Trainer Micha Visser en Bikwik 1887 gaan nog een seizoen met elkaar verder. Het wordt voor de 28-jarige Visser zijn derde jaar bij Bikwik. Abiant Lycurgus heeft gisteren in de volleybal-eredivisie met 3-2 gewonnen van Taurus. In Houten kwamen de Groningers met 2-0 in sets achter. Maar de ploeg van coach Arjan Tai herstelde zich en wist zonder echt goed te spelen toch nog te winnen. Lycurgus blijft tweede in de eredivisie, 2 punten achter koploper Landstede Zwolle. De dames van New Nexus Lycurgus verloren gisteren in de eredivisie thuis met 3-1 van Setup 65. De thuisploeg speelde een prima wedstrijd tegen de nummer 4 uit Opmarsum, maar kwam net te kort om aanspraak te maken op de zege. Lycurgus blijft 1 na laatste in de eredivisie met 7 punten uit 16 wedstrijden.